super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag ga ik weer iets heel aparts met jullie maken. We gaan namelijk aan de slag met de krans en met polygonstokken. Dus zeker een leuk idee. Dus heb je zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten weer snel bij iets op is op. En we zenden dus door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Aan het eind van deze video heb ik nog een winnaar van jullie van de vorige winactie. Toen kon je meedoen met de winactie. Vandaag gaan we aan de slag met een mooie krans. En ik heb dus polygoonstokken en ik heb hele mooie sterke bloemetjes. Dus iets waar je heel lang van kunt gaan genieten. Allereerst knip ik de polygoonstokken op verschillende hoogtes. Zodat we dat rechtop in de krans kunnen verwerken. En dat geeft straks een heel leuk effect. De stokken knip ik dus echt op verschillende lengtes. En die steek ik dan op verschillende hoogtes in de krans. En je mag een klein beetje ruimte ertussen laten. Zodat we straks ook nog eventueel bloemen in kunnen steken. Sommige zijn hol, dus daar kan je ook doorheen steken. Maar sommige ook niet. Dan kan je er eventueel water in laten lopen. Maar voor het gemak gebruik ik gewoon de krans. Want ja, met op steekschuim blijft het natuurlijk gewoon lang goed. Het geeft ook gelijk een speels effect. Kijk. Dan is het tijd om verder te gaan met de bloemetjes. En ik wil hem lekker zomers en vrolijk opmaken. Mooi sterk. Ik gebruik verschillende soorten gipskruid. Door sommige buisjes kan je doorheen steken. Maar je kan er nu ook nog goed tussen steken. Ik steek op verschillende hoogtes, zodat je een heel mooi speels effect krijgt. Het gipskruid kan je op draad zetten, maar dat hoeft niet. Als het stevig genoeg is, kan je het er ook gewoon prima zo in steken. Je kan dus ook prima de bloemetjes in de polygoonstokken stoppen. In sommige kan je het daardoor gelijk in het steekschuim steken omdat die hol is. Is die nou niet hol, dan kan je er een beetje water in laten lopen. Je kan daarvoor heel makkelijk deze laboratoriumfles gebruiken. Die staat ook in onze webshop.
De rest van het steekschuim kan je wegwerken met een beetje mos. Doe het verfijntjes en zet het dan even vast met een grammetje. Deze stap met het mos kan je eventueel ook eerst doen voordat je de bloemetjes erin steekt. Dan maak je het jezelf wel iets makkelijker. Maar ik vind het altijd wel heel fijn dat ik eerst kan bepalen waar mijn bloemen terechtkomen. Nou, dit is toch echt een plaatje. Aan alle kanten heel mooi, heel spannend. Heel zomers en sfeervol. Leuk met die hoogteverschillen. En je maakt een heel apart bloemstuk, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk is. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnabloemist.nl. Daar vind je onder kopje cursuspakketten. Je kan me ook altijd volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik als er weer wat nieuws aankomt. En jullie hebben nog een winnaar van mij te goed van de vorige winactie. Die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd. Jij mag contact met mij opnemen via de mail. En dan zorg ik dat het pakket jouw kant op komt. Goed. Ik vind het echt heel erg leuk. Heel speels. Vrolijk. Zomers. In het echt is hij nog mooier op beeld. Je kan het haast niet voorstellen, maar het is echt zo. Goed. Bedankt voor het kijken en dan zien we de volgende keer weer. Doei!